Welkom bij les 1 van Illustrator. In deze les gaan wij een Apple logo overtrekken. Hier zullen we verschillende tools bij gebruiken. Er zijn twee manieren waarop je een file kan openen. En we gaan nu met de eerste ga ik jullie laten zien. Ga naar File en naar Openen. En dan heb je hier een map waar alle plaatjes in staan die we nodig hebben voor deze cursus. En dan klik je op het plaatje dat je nodig hebt. Dan zeg je Openen. Hier zie je dat je gelijk in het bestandje komt waar het logo in staat. Hij staat eigenlijk ook goed op de pagina, dus daar hoef je eigenlijk niks meer aan te doen. Dit is één manier om het te doen, maar stel je voor dat je een logo wil openen op een pagina die je al, waar je al iets anders hebt staan. Nou, dan kan je het op een andere manier kan je die openen. Dat ga ik nu laten zien. Ik doe deze even wegklikken. Dan gaan we naar File, New. Zeggen we hier logo 1, het is op een A4 en een liggende pagina is prima. Dan zeg je oké. Okay. Zie je dat je op een witte pagina komt. Als we daar nou iets, een plaatje op zouden willen doen, dan kan je ook naar File gaan, Place, kies je een plaatje en dan zeg je Place. Dan zie je dat hij al eigenlijk onder de muisknop komt te staan en dan klik je erop. Nou is deze misschien wat te groot, of hij staat inderdaad nu net wat uit het lood. Pak je hem op en kan je hem verschuiven. Nou, wil je hem kleiner maken, dan kun je bijvoorbeeld aan het pijltje trekken en hem dan groter of kleiner maken. Hou shift ingedrukt als je dit doet. We gaan het even op deze manier gaan verder. Waar we mee beginnen is het overtrekken van de outline van het logo. Daarvoor hebben we de pen tool nodig. Die zit hier. Nou, je ziet, ik heb een vulling aanstaan en ik heb een lijn. Ik kan de vulling ook uitzetten, maar ik laat hem nu nog even aanstaan, zodat je ziet wat ik doe. Pak een punt. Je kan eigenlijk overal beginnen, maar ik vind dit wel makkelijk. En dan, ik denk niet dat hij de hele boog haalt, dus ik ga halverwege de boog klikken en dan hou ik de muisknop ingedrukt en dan kan ik zo een lijntje trekken. Nou, als ik nou een volgend lijntje wil trekken, toevallig doet hij dat, dan volgt hij hem en dan kan je hem neerzetten. Maar ik doe even Ctrl-Z, dat betekent dat ik één stapje terug kan gaan. Als ik hem wat preciezer wil doen, klik ik wat terug, weer terug op het punt waar ik al geëindigd was. En dan krijg ik weer eigenlijk opnieuw de lijn en kan ik hem helemaal opnieuw zelf trekken zonder dat hij een voorspelling doet. Hier zie je, nu gaat hij eigenlijk de vorm niet goed volgen. Dus dat betekent dat ik even terug moet naar het punt waar ik vandaan kom. En dan trek ik hem weer recht. Nou, zo ga ik heel de vorm af. Je zal zien dat hij niet alle bogen goed haalt. Omdat hij dat gewoon niet aan kan. Dus je zal in behapbare stukjes heel het logo zo moeten afwerken. Nou, wat je nu ook ziet is dat je een vulling krijgt en die vulling die gaat op een gegeven moment storen. Je wil misschien dat die even uitstaat. Nou, dan gaan we even hierheen. Zorg dat het de vulling voor staat en dan zeg je ik hoef geen vulling. En dan zie je dat je alleen maar de lijn overhoudt. Nou, dan gaan we zo heel het logo af. Het is een precies werkje. En hier zie je dat het dus bijvoorbeeld niet gaat. Nou, heb je een foutje gemaakt, geen probleem. Ctrl-Z en je corrigeert hem. Je gaat terug naar je laatste beweging. Nou, hier zie je dat hij eigenlijk nog niet helemaal goed pakt. Soms zie je dat je dan halverwege zo'n vorm heb geklikt, dus helemaal niet handig. Doen we nog een keer Ctrl-Z en nog een keer. Dan zie je dat hij helemaal teruggaat. En dan denk ik, weet je wat, ik zet hem over die vorm heen. Dan is het veel makkelijker te volgen. Dan zie je al dat hij beter gaat. En dan maak ik hem zo af. En dan zie je hier weer, bij het pennetje komt een rondje te staan. Betekent dat ik de vorm sluit. Nou, en dan hebben we de vorm erin staan. Dan moeten we het blaadje nog doen.
Nou, het blaadje heeft niet zo'n steile ronde vorm, dus die kan ik in één keer zo rondmaken. En dan staat ook het blaadje erin. Dan zal je zien dat misschien die, zeker als je inzoomt, pak even je lensje, je zoomlens. Kan je even inzoomen. Dan zie je dat die toch op bepaalde punten niet helemaal netjes zit. Nou, dat kunnen we nog repareren. Dat doe je door bijvoorbeeld het witte pijltje te pakken. Pak je het witte pijltje en als je het dan hier aan schuift, dan zul je zien dat je de punten opnieuw een beetje zo kan neerzetten. Dus dat kan je zo doen. En zo kan je hem zo een beetje afgaan. En zorgen dat de vormen allemaal netjes blijven. Zorg dat je geen gekke net van die hoekjes hebt in je vorm. Dus hier zie je ook dat hij net een beetje een heel licht hoekje heeft. Nou, dan doe je hem iets ronder trekken. Dan moet hij ook nog iets naar boven. Zal die misschien iets uit de vorm lopen. Vind ik minder erg dan dat hij hoekig is. Nou, deze corrigeer ik ook even. En zo is heel de vorm netjes. Dan gaan we weer even uitzoomen. Als je uitzoomt, druk Alt in en dan komt er het minnetje te staan en dan kan je uitzoomen. Wat we dan gaan doen is, we gaan hier banen over het Apple logo heen trekken. Nou, doe je gewoon door het vierkantje op te zoeken. En een baan te trekken. Hou hem ingedrukt. En dan zie je dat je een baan hebt. Doe even weer met het zwarte pijltje ernaast klikken. Zodat hij gedeselecteerd is. En dan gaan we een nieuwe baan trekken. Nou, je zal zien dat sommige banen zijn misschien wel even groot. Dat betekent dat je dit blok ook kan kopiëren. Nou, hij staat nu nog geselecteerd. Doe je Ctrl-C, Ctrl-V. En dan krijg je eenzelfde blok. Die er gewoon met het zwarte pijltje onder kan schuiven. Nou, als je dan moeite hebt om hem goed erop te krijgen, gebruik je pijltjes op je toetsenbord. Nou, je ziet dat hij precies even groot is. Doen we het trucje nog een keer. Ctrl-C, Ctrl-V. Dan zetten we, oh, ik ga hem schuin trekken. Ctrl-Z. Dat is niet de bedoeling. En dan pakken we hem weer op. Nou, nog een keertje. Ctrl-C, Ctrl-V. En dan zie je dat hij vrij netjes de vorm volgt. En de laatste keer, Ctrl-C, Ctrl-V. Nou, pak het verkeerde plaatje op. Dus kijk altijd goed welk blok je oppakt. Zeker als alles nog doorzichtig is, is dat soms verwarrend. En zet hem eronder. Nou, je ziet dat deze past niet helemaal. Dan trek je hem gewoon even wat groter. Nou heb ik eigenlijk allemaal losse blokken over het logo gezet. Want ik wil in die blokken wil ik de kleur gaan kopiëren. Daar heb je nou een heel handig toeltje voor. Ik noem het de pipet. Dan zeg je eerst wat wil je gaan opvullen met deze kleur. Nou, ik wil dit blok wil ik groen maken. Ga ik naar het pipet, staat hier. Of eyedropper tool wordt die ook genoemd. En dan klik ik op de kleur en dan zie je dat hij precies de kleur kopieert. Nou, ik ga naar beneden en zo werk ik het hele blok af. Altijd even tussendoor met zwarte pijltje klikken om hem te deselecteren. Nou, nu zie je eigenlijk het hele Apple logo niet meer, maar dat maakt niet uit. Dus het Apple logo zit er nog wel achter. Kijk, als ik er zo overheen ga met mijn pijl, klik nog niet, dan zie je hem tevoorschijn. Haal hem heel even aan de kant. Want anders dan gaat hij, werkt hij, hindert hij in wat we nu willen gaan doen. Nou is het wel handig als we de omtrek die we net hebben gemaakt, als die boven komt. Nou, dat kan je heel makkelijk doen door bijvoorbeeld met het zwarte pijltje even alle blokken zo te selecteren. Doe dat dan aan een rand, hè, want als je het helemaal doet, dan selecteert hij dus alles. Dan zie je ook het logo doorheen, dat is niet handig. Dus even alleen de blokjes selecteren.
rechtermuisknop. En dan zeg je Arrange Send to the Back. Dan zie je dat het logo weer tevoorschijn komt. Haal het andere logo nog even extra aan de kant. Dan gaan we het geheel selecteren. Behalve het blaadje, want dat werkt niet. Hebben we alles geselecteerd? Nou, het blaadje deselecteren doe je door Shift ingedrukt te houden. En dan kun je het blaadje selecteren of deselecteren of elk onderdeel wat je niet bij de selectie wil hebben. Dan doen we weer rechtermuisknop en dan zeggen we Make Clipping Mask. En dan zal je een trucje zien. Dan druk je erop en dan zie je dat hij precies in die kleuren de vorm volgt. Dan hebben we nog het plaatje over. Nou, dat is makkelijk. Hier staat het kleurtje. Hè? En dan vullen we hem ook op met het pipet. Op deze manier heb je het Apple-logo gemaakt.